En welkom. Nee. Welkom allen die zich al eerder bij ons voegden. En welkom nieuwe kijkers, luisteraars, ik weet niet hoe je het noemen moet. Dit is alweer de vierde van de door Marita Matthijssen en mij opgezette collegeserie. Dit hebben wij in huis, waarbij de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA samenwerkt met de Illustre School en met Spaar 25. Deze keer spreekt Renze Bot. Ik ben blij hem het woord zo meteen te geven. U kunt het komende uur ook volgen via YouTube als u bezwaar heeft tegen Zoom. En u kunt op YouTube de voordracht van Renze Bot opnieuw bekijken. Aan het eind van de sessie is het mogelijk een beperkt aantal vragen te stellen. Dat kunt u met Q&A onderaan uw balk doen. Wij zullen uit de vragen een aantal kiezen, want we kunnen nooit alle tegelijk beantwoorden. Wie is Renze Bot? Renze Bot is zoveel. Renze Bot is professor in de Digital Humanities en hij is directeur van het Centrum voor Digital Humanities. Zijn terrein is zowel de computerwetenschap als de historische wetenschap. Alle geleerdheid belet hem niet om ook activist te zijn. Activist bij Wetenschap in Actie, waar gestreden wordt voor een betere financiering van de Nederlandse universiteiten. Zijn meest bekende boek, en hij heeft zoveel geschreven, heeft als titel De Vergeten Wetenschappen, dat in 7 talen is vertaald. Vorig jaar publiceerde hij Wat voor patronen, ook weer zo'n dik boek. Op dit moment is Renze Bot verbonden aan het NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences, hier in Amsterdam, daar zit een jaar. En Ahmed Renze, als je het introduceert, er is zoveel roem, zoveel erkenning. U kunt het vinden op zijn naam op de Universiteit van Amsterdam. Liever besteed ik daar niet heel veel van zijn kostbare tijd aan en geef ik hem het woord. Renze, het woord is aan jou. Dankjewel. Hartelijk dank, Sanna. Ik ben er bedust van die mooie woorden. Dan moet ik ook maar proberen om ze waar te maken. Laat ik eens even kijken of ik de slides kan tevoorschijn kan toveren. Ik geloof het wel. Ik hoop dat ik ook goed verstaanbaar ben. Ja, nou, dan begin ik ook maar meteen. Dus de titel van mijn praatje vandaag is naar een activistische geesteswetenschap. Oftewel, wat we kunnen leren van de geschiedenis. Waarom een activistische geesteswetenschap, zult u zich misschien afvragen. Nou, laten we eens even teruggaan, een klein stukje teruggaan in de tijd. Nog geen 11 jaar geleden was er hier een berucht citaat van de voormalige minister van OCW. De iets ouderen onder jullie, misschien de jonge studenten nog net niet, maar daarboven wel. Die kunnen zich nog wel de uitspraak van Ronald Plasterk herinneren. Die zei, alfa's schrijven de geschiedenis, maar beta's maken de geschiedenis. Alsof alle alfa's alleen maar doen aan geschiedenis en vakken als taalkunde of muziekwetenschap niet eens bestaan. Maar ook in recentere perioden, denk aan de huidige minister van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die kon er ook wat van. Zij heeft afgelopen jaar besloten, met steun van het kabinet, dat er tientallen miljoenen euro's zouden worden overgeheveld van de alfa-gamma, maar ook de geneeskundestudies, naar de beta- en techniekstudies. En haar commentaar erop waren de gevleugelde woorden in het NRC-interview dat het even quick and dirty moest, in perfect Nederlands. Enfin, hoe je het ook draait of keert, in elk geval hebben die alfa- of geesteswetenschappen een imagoprobleem. En toch, mijn stelling van vandaag is dat veel van die hele grote maatschappelijke omwentelingen uit het verleden, die ik vandaag te sprake zal brengen, dat die juist voortkomen uit geesteswetenschappelijke inzichten en doorbraken. Maar, vreemd genoeg, is dat bij het publiek nauwelijks bekend. Zeg maar vrijwel onbekend. Hier is dus heel wat werk aan de winkel. Kijk, veelal worden geesteswetenschappen verdedigd als volgt. Als we kijken naar de literatuur, dan hoor je dat geesteswetenschappen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kritische geest of het ontstaan van historisch besef. En dan denken we aan het rapport van de KNW uit 2012. Maar er is ook sprake van het belang van de geesteswetenschappen voor het ontwikkelen van sociale en ook zeg maar, culturele verantwoordelijkheid, zoals Edward Said iedere keer heeft betoogd. Of zoals Martha Nussbaum in haar mooie boekje over not-for-profit heeft betoogd dat de geesteswetenschappen belangrijk zijn voor democratisch bewustzijn. Nou, al die verdedigingen van de geesteswetenschappen zijn absoluut waar, maar bij die verdedigingen mis ik iets. Er wordt namelijk vergeten dat die alfa- of geesteswetenschappen ook tot wereldveranderende inzichten hebben geleid. Maar ja, dan zult u zich misschien afvragen, wat zijn die wereldveranderende inzichten dan?
Eerst zal ik u even heel kort een werkdefinitie geven van de geesteswetenschappen om misverstanden te voorkomen. Ze worden ook wel eens door elkaar gehaald met de sociale wetenschappen of de gedragswetenschappen. Over het algemeen niet met de exacte wetenschappen. Dus ik ga uit van één definitie. Geen enkele definitie is perfect, ik zeg het er maar bij. Maar een definitie die vaak wordt gebruikt uit een MBO-rapport van alweer 10 jaar geleden zo'n beetje. Duurzame geesteswetenschappen heette dat rapport. Daarin worden die alfa- of geesteswetenschappen gedefinieerd als die wetenschappen, die vakgebieden die de uitingen bestuderen van de menselijke geest. Dus de alfa-wetenschappen bestuderen zaken als taal, tekst, muziek, kunst, literatuur, theater, media, al die uitingen, al die expressies van de menselijke geest. Dat betekent dat vakgebieden als taalkunde, filologie, muziekwetenschap, literatuurwetenschap en nog heel wat andere vakgebieden, van geschiedenis tot theaterwetenschap en mediastudies, tot die alfa- of geesteswetenschappen behoren. Maar vakgebieden als psychologie of sociologie of pedagogiek, economie, die behoren juist weer tot de sociale wetenschappen. Enfin, ik kom nog wel terug tot die gekke indeling aan het eind van mijn praatje. Maar voorlopig gaan we even uit van deze werkdefinitie. Wat vind ik nu dat elke alfa en trouwens ook beta en gamma wetenschapper zou moeten weten? Feitelijk vind ik, met mij ook vele anderen, dat iedereen, en zeker alfa's, die moeten een soort paraat overzicht hebben van de alfa-doorbraak uit het verleden, zodat ze die aan elke koffietafel of bij elke borrel tevoorschijn kunnen toveren. Maar ook vind ik dat er kennis moet zijn van de interacties tussen alfa, beta en andere wetenschappen, zodat we kunnen laten zien dat alle wetenschappen met elkaar verbonden, met elkaar verweven zijn. Wat ik zal doen, ik zal u de komende 15 minuten door maar liefst 25 eeuwen loodsen, dus houdt u vast. Ik ben een snelle spreker, ik hoop toch dat u mij kunt volgen, digitaal. En als u toch meer wilt weten, dan kunt u altijd kijken naar een van mijn boeken die al zo prachtig zijn genoemd door Selma, dus daar ga ik nou niet op in. Wel nu, ik begin met een vakgebied dat mij na aan het hart ligt. Niet misschien het meest voor de hand liggende vakgebied als men denkt aan geesteswetenschappen, want dan denkt men vaak aan de meer interpretatieve hermeneutische wetenschappen als filosofie of geschiedenis. Ik begin even met de taalkunde. En vaak wordt gedacht dat alle wetenschap, inclusief de taalkunde, begint in het oude Griekenland. Maar het leuke van taalkunde is eigenlijk dat we die voor het eerst kunnen positioneren in het oude India. Daar komt de notie van grammatica, zo'n beetje 600 voor Christus. Daar komt die notie van grammatica vandaan. En dan hebben we het over de grote taalkundige Panini. De klemtoon ligt in dit geval op de eerste lettergreep. Die zo'n beetje rond 600 voor Christus leefde. We kennen niet zijn exacte geboorte- en sterfdatum. Maar hij deed eigenlijk een hele grote ontdekking. Hij ontdekte dat er een heel precies regelgebaseerd systeem ten grondslag lag aan menselijke taal. In zijn geval het Sanskriet. Oftewel een grammatica. Nu zegt u, is dat nou een bijzondere ontdekking? Maar het is echt een hele bijzondere ontdekking, want taal lijkt heel ongrijpbaar. Hè? Het lijkt vaak een grilligheid. En toch zag Panini in dat onderliggend aan die grilligheid een heel precies regelsysteem ten grondslag lag. En het andere grote inzicht van hem is dat hij met een eindig aantal regels, het waren er nog wel heel veel, bijna 4000 grammatica regels, kon hij in principe een oneindig aantal zinnen produceren, oftewel beschrijven. En dat deed hij aan de hand van een notie van recursie. Hier wijs ik even op die notie van recursie. Ik heb hier een paar grammatica regels eronder gezet, maar ik verwacht niet van u, niet van allen van u tenminste, dat u het Sanskriet machtig bent. Dus die grammatica regels die zal ik even overslaan. Maar ik wil u wel wijzen op die notie van recursie. Die ook wel bekend staat als het Droste-effect ondertussen. Dat betekent namelijk dat een deel van het geheel terugkomt in dat geheel en dat gaat eindeloos door. Hier zie je dat in een mooie afbeelding van die dame die een chocola vasthoudt en dat weer eindeloos in het kleine. Recursie bestaat niet alleen in afbeeldingen, maar ook in taal. En dat was het grote inzicht van Panini. Hij gebruikte overigens het woord nyaya, recursie, in het Sanskriet. En dankzij die notie van nyaya, oftewel recursie, kan je met een eindig aantal regels een oneindig aantal zinnen beschrijven. In het Nederlands heb je bijvoorbeeld de zin, ik zie de man die de kat slaat, die door de hond wordt gebeten, die door de fotograaf wordt gespot. En die kan je eindeloos langer maken. Nou, hartstikke leuk. Waarom is dat nou zo'n belangrijk inzicht geweest? Niet alleen voor de taalkunde is het een basisinzicht, maar vreemd genoeg, ruim 2000 jaar later, om precies te zijn bijna 2500 jaar later, is Panini's grammatica-formalisme met recursie, ingewikkelde notie van eindeloos door kunnen gaan, heeft ook model gestaan voor de eerste hogere programmeertalen. En dan hebben we het over programmeertalen die niet in nullen en enen moeten worden geprogrammeerd, maar die in menselijke taal, in dit geval dan in het Engels, die in menselijke taal kunnen worden weergegeven. En een van die hogere programmeertalen, eigenlijk de eerste, was Algol 60, die onder meer ook is ontwikkeld, mede is ontwikkeld door een Nederlander, van Wijngaarden. Nou, dit formalisme heeft feitelijk bijgedragen tot die ICT-revolutie. Ik zou zelfs willen zeggen, die heeft die ICT-revolutie mogelijk gemaakt. Maar liefst 2500 jaar na de introductie van dit formalisme. Dus als
iemand u ooit nog vraagt aan de borreltafel, wat is nu het nut van de alfawetenschappen, dan kunt u altijd zeggen, dat kunnen we misschien pas over 2500 jaar te weten komen. Nou, dit is inderdaad een extreem voorbeeld van een doorbraak in de alfawetenschappen, die ook heel veel jaren later een bepaald effect teweeg brengt. Maar er zijn ook doorbraken geweest die wat sneller een impact hebben gehad. En dan sla ik inderdaad wat eeuwen over en begin ik met de grote filoloog Lorenzo Valla. Het woord filologie, dat is een fascinerend woord. Mensen verwarren het wel eens met het woord filosofie. Het woord wordt eigenlijk niet meer gebruikt in de Nederlandse vakgebieden. Je kunt niet Germaanse filologie of Romaanse filologie studeren. Dat kan je trouwens nog wel in Vlaanderen doen. Maar het woord filologie als vakgebied heeft een enorme lange geschiedenis. En het had ook een enorme prestige, want aan de hand van overeenkomsten en fouten in overgeleverde teksten, denk aan teksten van Homerus, maar ook Shakespeare, kon je in feite de oorspronkelijke tekst reconstrueren. Ik zal u dadelijk laten zien hoe dat te werk gaat, heel kort weliswaar. Maar eerst wil ik eventjes zeggen waarom die filoloog Lorenzo Valla zo'n belangrijke ontdekking heeft gedaan. Hij toonde namelijk aan, in 1440, alweer ruim 5,500 jaar geleden, dat het document Donatio Constantini, ook wel bekend als de schenking van Constantijn, een vervalsing was. Een vervalsing was van uit de 8e eeuw. Nou, er werd beweerd dat document, die schenking van Constantijn, uit de 4e eeuw stamde. Want volgens dat document zou keizer Constantijn de Grote, uit het begin 4e eeuw na Christus, het hele West-Romeinse Rijk hebben geschonken aan de toenmalige paus, Sylvester I. En dit document was feitelijk een legitimering van de pauselijke macht. Van de pauselijke wereldlijke macht. En Valla toonde aan de hand van allerlei woordconstructies, zoals het woord feodaal systeem, feodus, wat in feite nog niet eens bestond in de 4e eeuw, dat document gewoon niet uit de 4e eeuw kon stammen. Het moest wel een middeleeuws en een vroeg middeleeuws document zijn. En hij ging allerlei overeenkomsten en fouten, zoals ik het heel noem, in die overlevering van documenten vergelijken en ontdekte de ene inconsistentie naar de andere, waaruit hij afleidde dat document echt een vervalsing moest zijn. Nou, zijn bewijs van die vervalsing van dat document was zo overtuigend dat het feitelijk meteen werd overgenomen in de 15e eeuw en het veroorzaakte ook een enorme schok. Een paar generaties later werd het ook opgepakt door Martin Luther, de grote Lutherse reformator, en ook anderen. En het was feitelijk een van de aanleidingen, niet de enige uiteraard, maar ook een van de aanleidingen voor de reformatie. Een hele belangrijke doorbraak dus, uit de alfawetenschappen, die vervolgens ook tot een doorbraak leidt in zo'n vakgebied als de theologie. Oftewel de reformatie, een duidelijke historische verandering, een omwenteling. Dus hier hebben we weer opnieuw een alfawetenschappelijke ontdekking die als ware een verandering teweeg brengt ook in de loop van de geschiedenis. In dit geval weliswaar de Europese geschiedenis, maar toch. Daarnaast heeft die filologische methode die ik net heb genoemd ook, maar weer vele eeuwen later, een belangrijk ander vakgebied beïnvloed. De genetica, onder meer de DNA-analyse. Daar wil ik heel even kort op ingaan, gezien de tijd. Want bij het kopiëren van teksten, hier hebben we een monnik, zoals u ziet, die een tekst kopieert met de hand. Maar het gebeurt net zo goed als je een tekst drukt. Daar ontstaan altijd fouten in. En het idee is nu, hoe kunnen we de oorspronkelijke tekst zo goed mogelijk reconstrueren? Al gaat dat niet perfect, maar toch zo goed mogelijk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een bepaalde filologische reconstructiemethode, die ook wel bekend staat als de stemmatische filologie. Het idee is dat je eerst alle tekstvarianten in een genealogische stamboom zet aan de hand van hun overeenkomsten en ook hun verschillen. Vervolgens, als je die stamboom of stemma eenmaal hebt, probeer je dan die fouten te corrigeren aan de hand van de voorouders van die manuscripten en reconstrueer je daarmee als het ware de oorspronkelijke tekst, het archetype. Dit staat, zoals ik al zei, bekend als de stemmatische filologie. Hier heb je een voorbeeld van zo'n boomstructuur, van zo'n stamboom of stemma. Ik zal het niet verder lastigvallen, maar hier heb je dan de notie van een archetype en onderaan de boom staan als het ware al die verschillende teksten. Nou, zulke gemeenschappelijke fouten die wijzen ook op gemeenschappelijke voorouders van een bepaalde tekst. En het leuke is nu dat inzicht ook door mensen als Francis en Crick en ook andere genetici in de 20e eeuw werd gebruikt om de, erfelijkheid van ziektes in DNA-sequenties op te sporen. En zulke DNA-sequenties werden doorgegeven, van ouders op kinderen. En als er foutjes of verschillen in voorkwamen, overeenkomsten en verschillen, kon je dan een soort stamboom opstellen. Dus op die manier kon je met zo'n stemmatische filologie, die bekend was, iedereen moest dat nog leren, gymnasia, oftewel de Engelse grammar
ons. Daarmee kon je overlevingspatronen van een bepaalde ziekte, die dan aan de hand van DNA-sequenties kon worden bestudeerd, althans die overervingspatronen, die konden dan worden weergegeven met een stamboom. En in feite komt zo'n stamboom voor het eerst voor in de filologie, de systematische filologie, en wordt vervolgens uitgebreid toegepast in die genetica. En dit stukje geschiedenis van de alfawetenschappen is prachtig beschreven door een boek van Robert Dawkins in 2008. We gaan verder. Hè. We hebben nu al een voorbeeld genoemd uit de taalkunde en uit de filologie. De geschiedwetenschap. De geschiedwetenschap is eveneens een hele oude wetenschap. In Europa vinden we die misschien voor het eerst bij Herodotus. In China voor het eerst bij Sima Qian. En in India weer bij andere historici. Maar in Europa ontstaat er in de loop van de 16e en 17e eeuw een soort idee dat als je een historische chronologie, een historische tijdrekening of datering wilt opbouwen, wat heel belangrijk is voor historici, dus een datering bijvoorbeeld van de oudheid tot heden, of toenmalige heden uit de 17e eeuw, dan moet je altijd teruggaan naar de oudste bron. En de historicus Joseph Scaliger, eigenlijk kun je ook zeggen Joseph Scaliger, want uiteindelijk is hij ook in Nederland terechtgekomen als universiteitshoogleraar in Leiden. Hij was zelf een Franse Italiaan of een Italiaanse Fransman, wat Italiaanse ouders, maar zijn zelf geboren in Frankrijk, hugenoot geworden, is gevlucht naar Leiden eind 16e eeuw en kreeg daar een aanstelling als eerste universiteitshoogleraar zonder enige onderwijsopdracht. Hij hoefde alleen maar, zeg maar, doctorandi, oftewel promovendi te begeleiden. En een van zijn meest beroemde promovendi was Hugo de Groot. Hij zei, deze Joseph Scaliger, dat de historische tijdrekening het best kon worden aangepakt door uit te gaan van het principe van de oudste bron. Altijd teruggaan naar de oudste bron. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar de meeste tijdgenoten van hem die gingen juist terug naar de meest autoritaire, autoritatieve bron. Zeg maar. De Bijbel werd als belangrijkste gezien. En vervolgens kwamen dan bijvoorbeeld de kerkvaders in Europa. En pas dan ging je terugkijken naar de oudste bron. Maar Scaliger die ging heel consistent aan de slag met zijn notie of zijn principe van oudste bron. En tot zijn grote verbazing ontdekte hij als rechtgeaarde Calvinist dat de oude Egyptische bronnen bestonden, waarin sprake was van farao's die leefden voor de christelijke schepping. Althans, voor de algemeen geaccepteerde datum van de christelijke schepping. Die volgens de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, zo'n beetje neerkwam op ongeveer 4000 voor Christus. Daar werd een beetje over gesteggeld wanneer dat nou exact was. Maar rond die tijd zou dan de wereld zijn geschapen. Enfin, je kunt je voorstellen dat dit een enorme schok was voor iemand als Scaliger. En hij hield in feite dit resultaat een beetje aanvankelijk onder de jas. Totdat hij zei van, weet je wat, ik kan dit probleem oplossen door tijdelijk een nieuwe notie van tijd te introduceren. Een tempus prolepticon noemde hij dat. Een soort tijd voor de tijd, prolepticon. Waarin hij al die farao's en alle andere mensen, ook de Babylonische koningen, plaatste die hadden geleefd voor de schepping. En hij dacht, vermoed ik zo'n beetje, laat iemand anders dat maar oplossen. Maar nog een generatie later leidde die ontdekking van Scaliger, de historische ontdekking van Scaliger, tot een fel debat over de Bijbel als ware historische bron. Kon je de Bijbel nog wel geloven als historische bron? En in de loop van de 17e eeuw mond dat via mensen als Isaac Vossius en ook La Perrière en vooral onze Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza, dat mondt uit in de radicale verlichting, zoals het al wordt genoemd. Dat je de Bijbel namelijk niet meer letterlijk kunt nemen. En dat uiteindelijk het laatste woord is aan de wetenschappers en niet langer meer aan de theologen. Dat is een grote omwenteling geweest. Dus hier zien we opnieuw een fascinerende historische, een fascinerende ontdekking uit die geesteswetenschappen die enorme consequenties, maatschappelijke omwentelingen teweeg brengt. Ik ga weer een paar eeuwen overslaan en ik kom terecht bij de 19e eeuwse taalkunde. In die tijd ook wel, zeg maar, historische filologie genoemd, comparatieve filologie ook wel. Omdat deze taalkundigen in de 19e eeuw enorm hoeveelheden talen met elkaar vergeleken. En men vergeleek bijvoorbeeld het Sanskriet met het Gotisch, men vergeleek het Grieks met het Duits, en men vergeleek het Latijn met het Farsi, het Oud-Persisch ook wel. En men ontdekte dat er een hele grote systematiek bestond in klankverschuiving, die men weergaf als klankverschuivingswetten. Dat er bijvoorbeeld van het Grieks naar het Gotisch naar het Duits een hele duidelijke klankverschuiving was van een stemhebbende T, dus naar een stemloze T, naar een D, naar een stemhebbende klank D. En die systematiek was zo systematisch dat men ontdekte dat er een soort boomstructuur, weer opnieuw een soort stamboom, zoals ik hier rechts heb weergegeven, bestond van alle talen die allemaal met elkaar verbonden zijn, dan bleken dat niet alle talen te zijn, maar wel de zogeheten Indo-Europese talen. En zo ontstond de notie en de hypothese van een Indo-Europese taalfamilie.
die uiteindelijk dan, zeg maar, die ontstaan was uit een taal die dan werd genoemd het proto-Indo-Europees. Helemaal onderaan de stam, als het ware. En een eeuw later, interessant genoeg, is dat ook bevestigd door genetisch onderzoek, door Luigi Cavalli-Sforza, actief aan de Universiteit van Stanford nog steeds. Maar het interessante is dat deze historische taalboom ook Charles Darwin nog heeft beïnvloed in zijn werk over het ontstaan en de evolutie van de soorten. Wat hiervan belang is, is dat niet alleen zeg maar, er mooi sprake is van een kruisbestuiving tussen die historische filologie, of taalkunde toen de tijd, en de biologie van Darwin, maar dat deze ontdekking van een zogenaamde oorspronkelijke taal, en dat op tegelijkertijd sprake, dat tegelijkertijd moest bestaan aan de hand van een oorspronkelijk zogeheten ras, dat door sommige mensen, vooral de Duitse geleerden, een Arisch ras werd genoemd, zoals Max Müller, Christian Lassen en anderen, dat dat ook als gevolg had dat er een racistisch, een soort wetenschappelijk racisme, dan zeg ik wetenschappelijk tussen aanhalingstekens, ontstond, waarbij dus niet alleen alle talen, maar ook alle volken af zouden stammen van een oorspronkelijk zuiver ras. Nou, en we weten wel wat voor verschrikkelijke consequenties die dat inzicht heeft gehad. Hiermee laat ik dus ook zien, met dit voorbeeld, dat sommige alfa-inzichten niet alleen positief kunnen worden ingezet, maar ook heel negatief kunnen worden ingezet. Ze hebben ook geleid tot verschrikkelijke consequenties, niet alleen positieve consequenties. Dus het idee van Martha Nussbaum, die beroemde filosoof, not for profit, waarin ze beweert dat de geesteswetenschappen belangrijk zijn voor het ontstaan van democratieën. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor deze ontdekking. Dit leidt juist tot het ontstaan van verschrikkelijke dictaturen en regimes. Ik ga verder. Ik kom eigenlijk al bij een van mijn laatste voorbeelden, voordat ik de algemene discussie even inga. Ik heb heel wat eeuwen behandeld, zoals u belooft, 25 eeuwen in 15 minuten. En ik kom nu even aan bij mijn eigen vakgebied. In de loop van de 20e eeuw ontstaat dit vakgebied, bekend als Digital Humanities, digitale geesteswetenschappen. Een heel jong vakgebied eigenlijk. Aanvankelijk werd de term ook anders genoemd. Werd het zeg maar historische informatiekunde soms genoemd. Of het werd Computers and the Humanities genoemd. Een heel lelijke term. Je kunt ook denken wat je vindt, of denken over wat je vindt van de term Digital Humanities. Maar dit is ondertussen de meest gebruikte term. En interessant genoeg wordt het ontstaan, de geboorte van dit vakgebied, waarbij zeg maar informatica wordt toegepast op alle alfawetenschappen, van kunstgeschiedenis tot taalkunde, wordt over het algemeen toegeschreven aan de Italiaanse jezuïet Roberto Busa. Hier heb je een voorbeeldje, een klein fotootje van hem. Maar ondertussen, de afgelopen paar jaar, is ook duidelijk geworden dat Josephine Miles al een generatie eerder bezig was met die digital humanities. Dat is interessant om hier op te merken, want dat is een relatief nieuw resultaat, maar niettemin heel erg belangrijk. Het is wel zo dat het voorbeeld waar Roberto Busa mee aan de slag ging, hij wilde namelijk alle werken van Tommaso d'Aquino, wilde hij automatisch indexeren. Dat waren zo'n beetje 11 miljoen woorden, dus dat is heel wat. En het lukte hem dat aanvankelijk niet met mechanische middelen te doen, laat staan met de hand te doen, dus hij nam toen contact op met IBM. Maar toch was Josephine Miles, alle generatie in de loop van de jaren 30 en zeker in de jaren 40, was zij al bezig om automatisch concordanties, dat zijn zeg maar overeenstemmingen van bepaalde woorden in bepaalde gedichten, van romantische dichters, zeg maar, weer te geven aan de hand van computers. En zij begon daar ook al eerder mee en ze publiceerde daar ook al zo'n bijna 20 jaar eerder over dan Roberto Busa. En wat ook heel bijzonder is aan Josephine Miles, hier heb je een foto van haar, is dat ze ook al haar medewerkers die haar helpen, de eenvoudige, nederige medewerkers, noemt ze allemaal bij naam en voornaam, in tegenstelling tot Roberto Busa, waar het bijna lijkt alsof hij al het werk in zijn eentje heeft gedaan, en dat is helemaal niet waar. Maar die impact, die consequenties van die vroege digital humanities is enorm geweest. Ondertussen is door historici, ik heb er zelf ook aan gewerkt, achterhaald dat aanvankelijk die pogingen van Miles en Busa als onmogelijk werden neergezet, want er was absoluut niet voldoende computergeheugen om al die teksten op te laden, laden. En dat was het ook zo. En toch heeft het geleid tot een nieuwe impuls voor de informatica en voor de de ICT-technologie, om computers niet alleen toe te passen op getallen, maar ook op teksten. En tegenwoordig zijn we niet anders gewend dan dat we met computers teksten kunnen processeren. Maar in de jaren 40 en zeker in de jaren 50 was dat eigenlijk een heel gek idee, want we konden al die teksten niet opslaan. Een computer had maar een heel beperkt aantal geheugen, misschien maar ruimte voor zo'n 1000 karakters, zeg maar. En pas in de loop van de jaren 60 hadden ze meer intern geheugen.
Dus al het geheugen moest extern worden opgeslagen. Dus er moesten oneindig hoeveelheden ponskaarten, tienduizenden, soms honderdduizenden ponskaarten worden ingetypt om al die werken van bijvoorbeeld Tommaso d'Aquino in te voeren. En vervolgens moesten die worden verwerkt. En dat is eigenlijk nog steeds een stukje vergeten wetenschap. Want interessant genoeg werden al die ponskaarten, en trouwens ook heel veel van die berekeningen, gemaakt door vrouwen. Hier hebt u een foto waarbij Roberto Busta ook aanwezig is. Hier zie je hem op de achterkant, als u een pijltje kunt zien, op de rechterfoto. En in de omgeving, hier staan alleen maar mannen die zitten te discussiëren. En in de werkruimte werken alleen maar vrouwen. Hier is dus duidelijk sprake dat een inclusievere geschiedenis van wetenschap meer dan ooit gewenst is. Waarbij dus ook de rol van vrouwen wordt achtergehaald. En we wisten zelfs lange tijd niet eens de namen van die vrouwen. En er is nu een onderzoekje gaande waarbij we ook de namen van al deze technische dames weten te achterhalen. Hebben geachterhaald ondertussen ook samen met andere mensen uit de geschiedenis van de digital humanities. Niettemin, nadat ik eventjes dit zijpaadje heb bewandeld, die me wel zeer na te hart ligt, is het wel zo dat een vraag uit de geesteswetenschap, daar gaat het om computers te gebruiken voor het indexeren van grote, of het maken van concordanties van grote hoeveelheden teksten, gedichten of filosofische teksten, zoals het geval van Thomas van Aquino. Die vraag uit de geesteswetenschap leidde ertoe dat computers toen de tijd, en nu dus ook nog, ook voor teksten werden gebruikt. Want voor die tijd werden ze ook alleen maar ingezet voor het maken van grote berekeningen met getallen. En het idee was om dus woorden gewoon en ook letters om te zetten naar getallen. Dat was het grote idee. Enfin, ik ga proberen nu de boel samen te vatten. U hebt nu een poosje naar mij geluisterd en ik heb nog zo'n 3 à 4 minuten. Hier heb ik een klein overzicht gemaakt, en ik kan het overzicht nog veel langer maken als ik wil, van een aantal vakgebieden uit die geesteswetenschappen, van taalkunde, filologie, kunsttheorie, heb ik vandaag even overgeslagen voor het gemak, sorry, kunsthistorici, geschiedkunde, de alfawetenschappen samengenomen en uiteindelijk de digital humanities, van wat zijn nu die grote inzichten geweest en wat voor gevolgen hebben die gehad? En die gevolgen zijn geweest dingen als programmeertalen, de reformatie, maar ook de verlichting, zoals ik heb genoemd, maar ook het ontstaan van die vele computertoepassingen in de taalkunde, onder die sprakenkenning en dergelijke. Dus als we dit samenvatten, dan zouden we zelfs kunnen zeggen dat die geesteswetenschappen onder meer hebben geleid tot de reformatie, de verlichting, de wetenschappelijke revolutie, namelijk de interactie tussen experiment en theorie, de genetica, de informatietechnologie en internetrevolutie. Kortom, een enorme hoeveelheid aan inzichten en impact. Dan zit ik even vast, excuses. Ja, daar komt hij weer. Wat wij hier eigenlijk nodig hebben, is nu dat we moeten streven naar een activistische geesteswetenschap. Dat is mijn stelling voor vandaag. Want nu heb ik wel een mooi overzicht gegeven van een aantal grote inzichten uit die alfawetenschappen, maar bij heel veel mensen zijn die inzichten niet eens bekend, laat staan bij politici. Het uitleggen van deze grote alfa-inzichten is daarentegen van het allergrootste belang. En daarbij moet niet alleen, we moeten niet alleen denken aan politieke partijen, waarvan de verkiezingen alweer over een jaartje zal plaatsvinden, maar ook bij het brede publiek. Eigenlijk zou iedereen aan de borreltafel en op zijn minst de alfawetenschappers onder ons meteen moeten kunnen produceren wat de grootste inzichten waren uit die alfawetenschappen. Nou kunt u zeggen, zijn die grote inzichten dan nou zo karakteristiek voor de alfawetenschappen? Dat is een tweede vraag. Soms is het nuttig om in ieder geval die inzichten die de grootste maatschappelijke gevolgen te hebben wel te kunnen benoemen. Want die maken bij het grote publiek toch wel de meeste impact. En ik moet zeggen dat geesteswetenschappers hier lakser in zijn geweest dan de meeste beta-wetenschappers. Als je die bij praatprogramma's ziet, dan zeggen ze altijd weer, of het nou Robert Dijkgraaf is of iemand anders, van dat inzichten uit de beta-wetenschappen vroeg of laat zullen worden toegepast. En daarom moet er zoveel geld gaan naar die beta-wetenschappen. Gek genoeg, dames en heren, geldt dit voor alle wetenschappen, of het nou alfa, gamma of beta-wetenschappen zijn. Vroeg of laat worden heel veel inzichten, niet allemaal, toegepast. Dus een activistische geesteswetenschap houdt in dat we niet alleen de grote alfa-inzichten moeten propageren, dat zeg ik ook, maar ook, zoals u hebt gezien bij dat voorbeeld van de digital humanities, veel inclusiever moeten zijn dan veel wetenschappers en geesteswetenschappers lange tijd zijn geweest. Niet-westerse wetenschap, maar ook de vrouwen die lange tijd werkelijk zijn doodgezwegen, zullen weer opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht. En het leidt vervolgens dus ook tot hele nieuwe hoofdpersonages, die we tussen aanhalingstekens desnoods alfahelden zouden kunnen noemen. Bijvoorbeeld Panini, de grote Indiaanse taalkundige, maar ook Josephine Miles, de grote digital humanities deskundige uit de 20e eeuw. Ik dank u wel. Dankjewel Rens, voor je prachtige verhaal. Even uit de share.
Ja, dank u. Graag gedaan. Voor je prachtige verhaal waarin je laat zien dat die minachting voor alfa's, dat dat echt onzin is. Prachtig verhaal, dank je. Er zijn een paar vragen binnengekomen. De eerste, mag ik die stellen? Ja, natuurlijk. De eerste is van onze collega Ellen Rutte. Een vraag over de huidige verschuiving in het denken over racisme en seksisme. Hoe verhoudt die zich tot jouw verhaal? Denk je ook dat we die kunnen zien als een actueel voorbeeld van een sociale doorbraak die ondenkbaar zou zijn zonder de alfa-inzichten? Ik kan me die verschuiving niet goed voorstellen zonder het werk van activisten, maar ook niet zonder de vele interventies door historici, kunst en literatuur, historici enzovoort. Absoluut. In mijn verhaal zou ook heel goed Simone de Beauvoir natuurlijk hebben gepast. Waar ze het heeft over die tweede seksen, over zeg maar, de positie en rol van vrouwen in de loop der geschiedenis. En daarbij moet je dan meteen ook vaststellen van hier is nog steeds sprake van seksisme. Het is niet voor niks dat ik morgen ook zelf ga demonstreren tegen de meest recente seksistische problematiek aan deze eigen universiteit waar ik nu praat, aan de UvA. Maar het is heel duidelijk dat hier een verschuiving plaats aan het vinden is. En het begint misschien al voor Simone de Beauvoir, maar het begint ook zeker, en hier heeft mijn collega Ellen Rutte dan gelijk, zeker de recente productie van teksten op dit terrein zijn essentieel geweest. Het schuivende debat over racisme is even belangrijk. Daar had ik ook op kunnen ingaan als ik nog meer tijd had gehad. Als we denken aan het werk van de recente historici, en ik hoef maar mensen te noemen die hier actief zijn, pas als conservator zijn aangesteld, als Stephanie Archangel, als ik haar naam goed uitspreek, of Fata Black aan de Universiteit van Leiden, die hebben laten zien bijvoorbeeld hoe ook al in de 17e eeuw er sprake was van een zwarte gemeenschap in Amsterdam, bijvoorbeeld in tijden van Rembrandt, hoe die steeds nog zeg maar zijn in een vergeethoekje, letterlijk zijn verdonkere maand. En dan zie je dus dat er opnieuw ook aandacht moet komen, en veel meer aandacht moet komen nog dan voorheen het geval is geweest. En liefst ook niet door mensen als ik, voor die vergeten stukje geschiedenis, racisme en seksisme. Zeker, ja, volledig mee. Dankjewel. We gaan naar een volgende vraag. Die komt van Marita Matthijssen, die we kennen. Hoe zou je de ontwikkeling van het schrift willen typeren? Is dat ook een geesteswetenschappelijke ontdekking met invloed van beta-wetenschappen? Ja, prachtige vraag ook. Het ontstaan van het schrift is een lastig punt. Is het nou een alfa-wetenschap? Het feit is dat toen dat schrift is ontstaan, dus we hebben het over zo'n ruim 3000 jaar voor Christus, 3300 jaar, het eerste oudste schrift, voor zover we weten, is natuurlijk het cuneiform, het spijkerschrift. Zie je toch ook dat het een kwestie van turven was. Men begon met turven, het trekken van lijntjes. Niet voor niets waarschijnlijk dat de spijkerschrift nog steeds uit lijntjes bestaat. En dan is het ook bijna een kwestie van ja, turven, oftewel tellen, rekenen, wiskunde. En vervolgens worden meerdere lijntjes bij elkaar, wordt tot een bepaalde pictogram uitgebeeld. Vervolgens gaan pictogrammen over weer in lettergrepen en zelfs uiteindelijk weer in klanken die bepaalde symbolen worden weergegeven. Hier zie je opnieuw een soort combinatie van wat we tegenwoordig tellen en schrijven, beta en alfa zouden kunnen noemen. Maar in die tijd loopt dat zo totaal door elkaar heen. In de klassieke oudheid kan je nog zeggen, dan ontstaat er een verschil tussen wat zij noemen de studie van de natuur en de studie van cultuur. Aristoteles heeft het ook over. Maar 3000 jaar voor Christus, toen bestond dat verschil niet. Maar als we anachronistisch willen zijn, en ik vind dat niet zo'n probleem om anachronistisch te spreken, dan kunnen we zeggen, eigenlijk was dat ook een prachtige interactie tussen tellen, beta-wetenschap tegenwoordig, en schrijven, het representeren van de wereld met woorden, namelijk alfa-wetenschap. Ja? Dankjewel. Er is een vraag binnen ook van Joop Veld. Die zegt wanneer de minachting of onderschatting van de alfa-wetenschap is ontstaan. Oh, dat is een hele mooie vraag. Die is ook afhankelijk van de plaats waar je bent. Die is dus niet alleen tijdsafhankelijk, maar ook plaatsafhankelijk. Maar als we ons dan misschien even zouden kunnen beperken tot Europa, dan zie je wel dat dat in de loop van de 19e eeuw het geval is geweest. Je ziet dat de toepassingen van de natuurkunde in die eeuw vooral zo indrukwekkend zijn. We hebben niet alleen over stoommachine, maar we hebben het ook over het ontstaan van de grote technologische vooruitgang als telegraaf en telefoon aan het eind van de 19e eeuw, dat de geesteswetenschappen eigenlijk met minder veel toepassingen, hoewel die nog steeds zijn, dat heb ik in een verhaaltje laten zien, in een soort hoekje worden gedrukt. En je hebt mensen dan, filosofen als Wilhelm Dilthey, maar ook Wilhelm
Windelband, Duitse filosofen, die op zoek gaan naar een soort eigen eigen karakteristiek van de alfa-wetenschappen, Geisteswissenschaften, zoals ze die noemen. En zij zeggen dan, weet je wat, die geesteswetenschappen, die moeten niet doen alsof ze net zo zijn als de natuurwetenschappen, daar zit natuurlijk zeker wat in, maar die moeten dus, zeg maar, vooral zich bezighouden met het begrijpen, niet met het proberen te verklaren. En geesteswetenschappen zijn ook verkeerd bezig als ze proberen te verklaren of proberen te meten. Dat is een hele belangrijke definitiekwestie geweest, en ook een filosofische kwestie. Maar die heeft er wel toe geleid dat er een soort uiteenlopen, tijdelijk uiteenstond, van die natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. En dat heeft eigenlijk ook de geesteswetenschappen geen goed gedaan. Het is een heel belangrijke definitiekwestie en terminologische kwestie geweest. Maar uiteindelijk heeft het ook ertoe geleid dat de geesteswetenschappen zichzelf een beetje in een hoek hebben gedrukt in die tijd. Vervolgens komt daar nog bij, en dat moet ik ook meteen aan toevoegen, dat bij de opbouw na de Tweede Wereldoorlog is er heel erg veel nadruk gelegd. Dat heeft ook te maken met wat wel wordt genoemd de Koude Oorlogwetenschap. Heel veel nadruk gelegd op het belang van die natuurwetenschappen. En daardoor zijn in die twee ontwikkelingen eigenlijk die geesteswetenschappen vaak weggezet als een soort luxe tijdverdrijf. Van, die zijn wel leuk, maar die zijn meer bedoeld als een soort reflectie op, maar niet de essentie van het maken van, het oplossen van concrete problemen. En in mijn verhaal heb ik juist proberen te laten zien dat alfa-wetenschappers zich dagelijks bezighouden met het oplossen van concrete problemen. En zelfs hele belangrijke concrete problemen. Een voorbeeldje wil ik toch nog even noemen, want daar had ik geen tijd voor. Maar dan is het leuker dat je dat in de discussie wel kunt doen, als dat mag. Ik noem even een heel kort voorbeeldje. Bijvoorbeeld, een van de meest indrukwekkende voorbeelden vind ik nog steeds het onderzoek naar Srebrenica. Wat natuurlijk heel veel mensen bezorgd over zijn. Geweest van wat was dat nu? Er is toen een commissie samengesteld op het NIOT, die toen heeft vastgesteld dat de Nederlandse regering wel degelijk verantwoordelijk was, niet schuldig, maar wel voor die moord op 6.000 tot 8.000 jongeren en mannen uit Srebrenica, moslimmannen, zo te noemen. Vervolgens is het kabinet Kok II toen ook meteen gevallen. Dus ik gebruik dit voorbeeld wel eens om aan te tonen dat de alfa-wetenschappen misschien geen bruggen laten instorten, maar wel kabinetten laten instorten. Terecht. Dank je. Ik ga naar de laatste vraag, denk ik. Er zijn er nog een paar, maar ik moet kiezen. Marijn Prakke vraagt, is het niet wezenlijk om het onderscheid tussen kunst en wetenschap als zeer recent inzichtelijk te maken? Objectiviteit als terrein van de wetenschap en subjectiviteit als terrein van kunst zijn volgens Lorraine Dalston 19e-eeuwse vindingen. En er is nog een vraag die hij erbij stelt, moet het geestes niet in vraag worden gesteld? Het lijkt mij een 19e-eeuwse notie. Zijn cultuurwetenschappen niet veel logischer? De term geesteswetenschap. Laat ik beginnen dan met die laatste vraag. Je moet het kort houden. En dan ga ik terug naar die vorige, als ik die nog goed kan herinneren, objectiviteit, subjectiviteit. Kijk, die laatste vraag is leuk. Inderdaad, van waarom dat gekke woord geesteswetenschap? Hij is heel Hegeliaans. Hè? De notie van geist is heel populair gemaakt. Dat is heel ook ver uitgezocht door de filosoof Hegel. De notie van geest is op zich geen gekke notie. Je kunt ook denken van, wij houden ook ons bezig de productie van de menselijke geest, het menselijke bestand. Maar in feite zou de term cultuur is ondertussen misschien wel beter ingeburgerd. Want we houden ons ook bezig met alles wat wij als cultuur noemen. Hè? Dus dat onderscheid tussen natuur en cultuur is eigenlijk ook weer een heel westers onderscheid. Ik wil hierbij ook even in herinnering brengen het hele leuke boek dat ik een paar jaar geleden heb gelezen van Philippe Descola. Een Franse antropoloog, maar ik heb zijn boek Engels gelezen omdat het toevallig in het Engels voorhanden was alleen. En het heet Beyond Nature and Culture. En dus voorbij natuur en cultuur. Waarbij hij laat zien dat inderdaad in het Westen wordt die tegenstelling heel strak gemaakt. Maar in heel veel landen buiten het Westen is er oftewel een volstrekte continuïteit. Of wordt alles wat te maken heeft met natuur ook als cultuur gezien. Of omgekeerd, dat alles wat mensen produceren als cultuur zien ze ook gewoon als natuur. Omdat de mens uiteindelijk ook een product is van de natuur. Om terug te komen, dus cultuurwetenschap zou uiteindelijk naar mijn idee een betere term zijn.
Het onderscheid tussen objectiviteit en subjectiviteit. Ik denk dat ik ook al hier antwoord op heb gegeven in mijn vorige vraag. Marijn Prakke, als ik jouw naam goed kan herinneren. Namelijk dat dat volstrekt door elkaar loopt. Hè. Dus je hebt zowel objectivistische als subjectivistische alfawetenschappen. Je kunt taal bestuderen als een gegeven, als een corpus van Sanskriet. Dat kan je heel objectief aanpakken. Maar je kan ook, als kunstenaar bijvoorbeeld, maar ook als geesteswetenschapper, ook proberen uit te kruipen van een historische actor, van een historische figuur, als Napoleon of zo. Nee, dat is nog zo'n Chinese keizer. En dus ja, de Kangxi-keizer. En vervolgens ga je proberen om die wereld te begrijpen vanuit dat gezichtspunt van die keizer. En dan wordt het natuurlijk subjectivistisch. Die dingen lopen echt door elkaar heen. Is er nog tijd voor een vraag? Nee, het is echt tijd. En de volgende vraag zou weer van Marijn Prakke zijn. En we moeten ook gewoon stoppen. Want de techniek houdt op een gegeven moment op grens. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je fascinerende verhaal. Ik vind het altijd heel prettig om naar je te luisteren. De kijkers, de luisteraars, dank u allen voor uw aanwezigheid. U gaat vast nu sporten, kinderen eten geven, een glaasje drinken, zelf eten. Al die dingen die we zo'n beetje tegen zessen doen. En ik hoop dat u een fijne avond hebt. En ik hoop dat we u maandag weer zien. Dan spreekt Herman Pleij. En tot ziens dus.